Het interbellum is een onrustige periode in de wereldgeschiedenis. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is een wereldwijde economische crisis, die aan het einde van de jaren 20 begint en zo'n beetje de hele jaren 30 wel aanhoudt. En die crisis, die vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten. Want in de jaren 1920 gaat het heel erg goed in Amerika. He, de, de economie, die groeit heel erg snel. Uh, de mensen, die, 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 die lenen heel veel geld bij banken. Kan ook heel erg gemakkelijk. Kunnen bijvoorbeeld auto's verkopen, huizen verkopen en dergelijke. En uh, ze kopen er vooral ook heel veel uh, aandelen van. Dat is ook iets heel, uh, wat heel erg goed gaat, die aandelenkoers en dergelijke. En mensen denken, hé, hey, daar kunnen we mooi makkelijk geld mee verdienen. En we we lenen nu heel veel geld en we betalen het later wel. Live now, pay later. Dat is een beetje het motto wat erachter zit. En dat lijkt heel lang goed te gaan, hè? want uh, de, de, de die prijs van die aandelen die blijft ook maar stijgen. En nee, dan gaan dus weer meer mensen aandelen kopen en er ook weer meer geld voor lenen om dat te kunnen kopen. Maar stiekem gaat het op de achtergrond eigenlijk helemaal niet zo goed met die Amerikaanse economie. En bovendien stijgen die aandelenkoersen nu veel te snel, want uh, het gaat lang niet zo goed met die bedrijven waar die aandelen eigenlijk van zijn, dan uh, dat het lijkt op die koersen. En dan zie je dus dat het. In oktober 1929, zwarte donderdag. Dan gaat het helemaal mis. Op Wall Street, de belangrijkste beurs in Amerika. Dan vindt er een zogenaamde beurskracht plaats. En dat is een sterke en snelle daling van de aandelenkoersen. En in 24 uur zijn mensen die eerst een miljonair waren, op papier dan in ieder geval, die zijn al hun geld zijn ze kwijt, want hun aandelen zijn niks meer waard. Ja, en dat is eigenlijk het begin van uh, een grote economische crisis in de Verenigde Staten. Heel veel werkloosheid is er dan. Uh, bijvoorbeeld die werkloosheid die stijgt heel erg snel. Uh, mensen worden uit hun huis gezet. En dan krijg je dus ook dit soort uh, krottenwijken in Amerikaanse steden. Het gaat dus echt heel erg slecht. Maar goed, omdat uh, de Verenigde Staten heel veel handelen met andere landen, zorgt die beurskracht in de Verenigde Staten voor een economische wereldcrisis. Want de internationale handel die valt stil. Hè, dus uh, de Amerikanen kopen geen uh, Nederlandse of Duitse producten meer bijvoorbeeld, of, of, of Britse producten. Dus ja, dat zorgt ook in die landen weer voor problemen, waardoor het daar ook weer slechter gaat. Ja, en dan zien we dus dat de Verenigde Staten die, die geld uit hadden geleend... aan Duitsland na de Eerste Wereldoorlog in dat Dalsplan. En uh, kaderbasis, als je nu denkt van het Dalsplan, nooit van gehoord... hoef je ook niet te weten, want dat is eigenlijk alleen examenstof van gemengd theoretisch. Uh, maar goed, ze leen dus geld uit, de Amerikanen, aan de Duitsers. En dat willen ze nu dus weer toch ineens snel terug hebben. En dat zorgt ervoor dat uh, Duitsland extra zwaar getroffen wordt door die economische wereldcrisis. Want ze hebben niet alleen last van het feit dat er minder handel is, ze hebben vooral ook heel veel last van het feit dat ze nu in één keer die Amerikaanse leningen terug moeten gaan betalen. Ja, en dan krijg je dus dit soort taferelen zoals de man die hier staat. Haben honger, zoeken arbeid, mag alles. Ik heb honger, ik zoek werk en ik doe alles, het maakt me niet uit. En uh, ja, de situatie in Duitsland die gaat dus heel snel achteruit. De werkloosheid en de armoede die nemen daar heel snel toe. Ja, en hebben die verschillende Duitse regeringen van die Republiek van Weimar al allerlei problemen en uitdagingen gehad? Maar nu hebben ze dus weer een nieuw probleem. Hoe gaan ze nou een einde maken aan die economische crisis in Duitsland?